Mijn hele leven vraag ik me eigenlijk al af wat ik ben. Ik heb me nooit thuis gevoeld in het menselijk lichaam. Dat heeft mij aan het denken gezet. Dat heeft mij aan het studeren gezet. En na een lange studie ben ik erachter gekomen waarom dit gevoel bij mij heerst. Ik ben geen mens. Ik ben een beer. Roar. Like deze video als jij een babybeer als huisdier wilt. En als jij geen normale baas bent, maar een opperbaas. Vandaag spelen wij Beer Simulator. Dit spel schijnt fantastisch te zijn. En daarom wil ik het zelf graag eens een keertje proberen. Like de video en laten we gaan beginnen. Nieuw beer. Snap je hem? Normaal staat er nieuw game. Nu staat er nieuw... Ik ben een beer. Dat is fantastisch. Ik voel me gelijk berengoed. Hey. Oké, nou, achievement. Be a beer complete. Oh, dat is een achievement. Het zijn van een beer. Dus eigenlijk gewoon het drukken van start game. Ik kan rennen. Oh my god, ik ren als een beer. Ik ren als een beer. Ik ben in een nieuwe area genaamd Den. Nou, we gaan eens even kijken wat hier te doen is. Oh, ik kan ook echt slaan. Dat is fantastisch. Ik heb altijd al iemand als beer willen slaan. Nou, in ieder geval, we zijn dus een beer. En we lopen hier in de natuur. En ik voel me... Een eend. Het is een wildlopende eend. Wat kan ik ermee doen? Ik hou zeg maar wel heel erg van eend bij de Chinees. Dus ik zal deze daarentegen wel met rust. Ik ga je pakken, eend! Kom hier, eend! What? Hij vliegt. Ik kan niet vliegen, want ik ben een beer. Ik wil Duck Simulator. Nou, in ieder geval, ik zie dat daar iets raars op de steen ligt. Wat is dat? Het is achtergelaten door een goffer. Wat is een goffer? Nou, in ieder geval, we zijn lekker aan het wandelen. Kunnen we ook het water in? Oh, we kunnen zwemmen! Oh my god, het is een vis. Ik hou van vis. Kom hier, vis. Het spijt me. Je ruikt een beetje visje, dus ik moet je opeten. Ah, ah, ah. Oh, wacht, ik kan gewoon op E drukken. Oh. Dat was best wel makkelijk. Zo eet je dus gewoon een vis. Gewoon op E drukken. Nou, in ieder geval, ik moet zeggen, ik vind het... Ik kan ook springen. Kan ik ook klimmen? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kunnen beren klimmen? Nee, beren kunnen niet klimmen. Ik moet zeggen, tot nu toe bevalt dit spel mij wel. Ik heb gewoon echt het idee alsof ik een beer ben. Ik voel me ook al gelijk een stuk beter. Wat is dat? Is dat goud? Nee, serieus, wat is dat? Kan ik dat eten? Het is een soort van glow in the dark, dus het geeft mij een goed gevoel. Ik kan het eten. Ah, als ik dit eet, krijg ik 25 beerpunten, kan ik sneller zwemmen en duiken. Alleen heb ik wel wat minder geluk. Ik heb toch nooit geluk in mijn leven, dus... Eet! Nice, het is een frog shroom. Oh my god, daar is de eend. Oké, Job, je moet je mentaal voorbereiden. Je kan dit! Chain. Help me mee. Pak hem, Job! Pak hem, Job! Eet! Hij is weer weg. Maar wacht eens even. Eenden kunnen niet blijven vliegen. Op een gegeven moment zullen ze naar beneden moeten komen. Tenminste, deze eend gaat relatief hoog. Lol. Wacht even, kunnen eenden zo hoog vliegen? Dat wist ik niet. Lekker wandelen in het bos. Ik ben een beer, dus jij bent... Chanel. Chanel! Chanel! Oh, Chanel? Luister, Chanel, ik heb je dan misschien wel weggedaan. Hé, nee, kom hier, Chanel! Kom hier, Chanel! Ik moet je hebben! Het spijt me! Het spijt me! Chanel. Oh, ze smaakt eigenlijk best wel goed. Waarom heb ik haar niet gewoon opgegeten? Grapje, grapje. Alle dierenliefhebbers, grapje. Nou, we gaan lekker door met het wandelen in het bos. Hallo, boom, leuk dat je erbij bent. Ik heb geen idee waarom ik bomen begroet. Misschien omdat ik eenzaam ben. Even kijken, wat is dit? Dit is een steen. Interessant, oké. Nee, daar hebben we niet zoveel aan. We gaan even door. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ik geloof dat je ook een Bigfoot zou kunnen vinden in dit spel. Ik weet het niet zeker. Wow, waar ben ik? Huh? Oma? Is dat mijn oma? Oh nee, laat maar, het is een fontein. Spring! Oh my god, er is weer een nieuw konijn. Ik heb je zusje gekillt, dus nu ben jij in de beurt. Het spijt me, het spijt me. Als ik deze eet, kan ik hoger springen, rennen en heb ik een betere stamina. Chop. Kan ik dit open krijgen? Open! 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 Nee, dat werkt niet. Dan maar even mijn speciale power. Sesam, open nu! Ik heb meer kracht nodig. Sesam, open nu! Ik haat mijn leven. Arnie Forest, open nou. Fantastisch. Oh, wat is dit? Ik zie iets roze op de steen liggen. Wie heeft zijn kauwgom hier geplakt? Ik ben van de dierenbescherming der beren, dus ik wil niet dat jullie dat ooit nog eens een keer doen. Er ligt hier een vegetarische pizza. Ze zeiden altijd tegen mij dat voedsel krijgen in het wild lastig was, maar als er vegetarische pizza's op fonteinen liggen, valt dat best wel mee. Eat! Nou, we gaan lekker verder ondertussen. Even kijken, wat staat hier? Attention! Beercup spotted in area. Oh, er is een babybeertje gevonden in deze area. Babybeer? Baby... Oeh, wat is dat? Straatvervuiling! Potjandori! Even kijken, een babybeer. We zoeken een babybeer, jongens en meisjes. Onthoud dat goed. Nog meer vervuiling. Wacht, ik kan het drinken? Ik ga drinken. Je hoorde ook gewoon echt... Konijntje! Rustig maar, ik ga je geen pijn doen. Ik beloof het. Ja, dat ging niet helemaal volgens plan. Ja, dia, lekker in het bos. Oh my god. Popcorn? Hallo? Nee, hij is leeg. Jeetje mina, wat een vervuiling. Het is echt niet normaal. Oh, politiewaarschuwing. Er zijn recentelijk hele grote gevaarlijke beesten in deze area gezien. Ik zou niet weten over wie ze het hebben. Even kijken, kan ik hier naar binnen? Oh my god. Waarschijnlijk heeft hier een zwerver geslapen of zo. Oeh, wat zit hier aan de muur? Pickmarking. Hé, hey, nog een pizza. Oeh, jalapeno. Jalapeno. Ik ga die eten, het spijt me. Ik heb honger. Oh, nog een pizza. Is dat pepperoni? Pepperoni! Ik weet niet wat dat was. Ik kan er gewoon cool onder blijven. Ik bedoel, ik ga echt niet hyped zijn voor een pepperoni. Ik ga hem eten!
Lekker wandelen, lekker wandelen. Wisten jullie trouwens dat ik een acrobaat was? Ik voel me dan geen mens, ik ben een beer. Maar beren kunnen ook heel erg goed acrobatiteren. Acrobatiteren? Let op, daar gaan we. Ik zal niet vallen. Ik ben de beer der beren. Als ik val, mogen jullie mijn YouTube kanaal hebben. Ik heb mijn beerbrein gebroken. Oh mijn god, oké, luister, daar is de eend. Ik ga hem deze keer echt pakken. Ik beloof het jullie. Het gaat gewoon erom dat je het rustig moet doen. Dan vliegen ze namelijk ook niet. Kom hier eend, ik eet je op! I believe I can fly. Ja, het gaat me nooit lukken. Dan maar een vis. Even kijken. Ik zoek een lekker visie. Wacht, ik hoorde iets. Ik zal ademhalen. Ik kan namelijk niet onder water ademen. Ik ben geen Pokémon meer. Hallo. Hé, hey, een vis. Het is Nemo. Ik heb hem eindelijk gevonden. Kom maar, Nemo. Ik breng je terug naar je vader. Oh, ik heb je opgegeten. Ik vind dat rennen nog steeds best wel heel erg cool. Het is gewoon die animatie die jou het gevoel geeft alsof je echt de beer bent in het spel. Zag twee beren, broodje smeren, pindakaas gevallen. Dat is balen, ben een kale. Ik moet echt over dat hek zien te komen. Hier mag je niet naartoe, blijf weg. Oké, prima, dan keer ik wel om. A few inches later. Ik ga er naartoe! Oh my god, ik ben zelfs ingebroken. Mag ik hier echt niet komen? Waarom mag ik hier niet komen? Het is een kip! Het is een... Ik moet hier overheen springen. Ja, nice. Kippie. Oh, kijk wat een schattig kippen. Kijk wat een schattig. Kijk wat een schattig kippetje. Ik kom wel echt steeds op gekkere plekken uit. Lekker in het bos. Ik hoor nog meer kippen. Oh, lekker. Pepers. Ik hoop niet dat mijn mond in brand staat. Ik geloof dat beesten echt alle soorten hete voedselwaren kunnen eten zonder dat ze paranoia worden. Ik heb zelf een keer de Ghost Chili Pepper gegeten. En ja, ik kom er ook natuurlijk makkelijk tegen. Ik heb geld als een meisje. Ik wou de politie bellen omdat ik dacht dat ik dood ging. Hey, besjes. Jongens en meisjes, deze beer is mijn nieuwe huisdier en ik zal goed voor hem zorgen. Oh my god. Een swim shroom. Als ik deze eet, kan ik beter zwemmen. Nice. Ik heb namelijk nooit mijn A-diploma gehaald. Grapje, ik heb wel mijn A-diploma gehaald. Ik kan me wel herinneren dat ik toen een keer moest zwemmen met mijn kleding aan. Dat is geloof ik een van de laatste zwemlessen die je kreeg. En toen was ik vergeten mijn mobieltje eruit te halen. Ik had echt zo'n typisch klaptelefoontje, want ik was echt super jong. En dat was. Tegenwoordig hebben kinderen gewoon al echt een iPhone X en dat soort telefoons. Dus ik hoop niet dat die het ooit overkomt, want dat is een duur grapje. Oh my god. Het lijkt erop alsof deze appel uit de hemel is gevallen en gewoon echt een krater heeft veroorzaakt. Maar ik eet hem gewoon. Oh, dit is weer een konijn. Oké, deze keer laat ik hem echt met rust. Rustig maar. Je hoeft niet weg te rennen omdat ik je familie hebt uitgemoord. Zo naar ben ik nou ook weer niet. Oh, we zijn in een nieuw gedeelte. Zou ik hier ook andere etenswaren en beesten kunnen vinden? Bijvoorbeeld die zonnebloem. Kan ik die eten? Nee, wat is dat? Is dat een begraafplaats? Ik heb een bel gevonden. Oh my god. Ik kan er niks mee doen. Ik ben een beer. Job, wat dacht je nou? Er staat hier weird chat ahead. Oh, er is een raar hutje hier zo. Het zit op slot. Je hebt een sleutel nodig. Maar ik ben een beer. Kan ik hem niet gewoon openkrabben? Nee, dat kan niet. Oké dan. Ik hoor wel een raar geluid eruit komen. Open! Doe open! Ik kom echt niet binnen. Nope. Wat is dit? What the heck? Er is hier random een deur in the middle of nowhere. Maar heb ik daar ook een sleutel voor nodig of niet? Ik kom niet eens naar boven, joh. Strange door. Waarom is deze deur hier, staat er? Ik heb 7777 berenpunten nodig. Dat is echt bizar veel. Oh my god, waar zal dit naartoe leiden? Jongens en meisjes, ik heb een wespennest gevonden. Of een bijennest eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan de honing stelen door op R te drukken. Oh! Zo, de kans dat je de honing steelt is aanwezig, maar de kans dat je gestoken wordt en niks krijgt, die is er ook. Luister, ik ben nu echt super dicht bij de één. Nu moet ik het echt niet verpesten. Ben je echt serieus? Het lijkt alsof hij me hoort. 6.5 hours later. Oh, ik heb hem! Ik heb de eend! Hij is gezonken. Nou jongens en meisjes, dit bos is immens groot. En ik heb net een beetje op internet rondgekeken. En schijnbaar zijn er mensen die dit echt tientallen uren spelen. Je kunt op een gegeven moment zoveel punten verzamelen. Dat je echt deuren kunt openen. Gekke wezens kunt uitdagen. Waaronder Bigfoot. Dus like sowieso als jullie dit vaker willen zien. Hey besjes. Ik ga eens even kijken of ik nog wat speciaals onder water kan vinden. Ik hoop maar niet dat er krokodillen en zo zijn. Want dan ben ik echt een pineut. Let's go! Oh, yes! Yes! Gewoon de tweede! Ik begin het te... leren. Nee, maar Jeff. Dat is bijna zielig. Nee, grapje, ik chop hem. Huh. Wat? Oh, hier, dit is mijn huis! Hier staan mijn doelen. Vind alles en eet het op. Word slimmer dan de gemiddelde beer. En blijf weg totdat je groot bent bij gevaarlijke beesten. Hé, het is een larf. Chop. Oh, ik kan slapen. Ik heb geslapen. Oké dan. Oh my god, ik zie een nieuwe mushroom. Het is de smart shroom. Ah, als ik deze eet word ik slimmer. Nice. Misschien is deze beer wel goed in wiskunde. En nog een mushroom. De power mushroom. Hiervan word je sterk. Even voor de duidelijkheid, oké. Eet nooit paddenstoelen uit het bos. Dat is levensgevaarlijk. Ik denk ik zeg het even, want hier in de game lijkt het alsof dat allemaal maar gewoon kan. Maar dat is echt niet de bedoeling. What the heck? Een roze larf? Ik heb hem gegeten. Ik heb geen idee of het goed voor me is. Wat ligt hier allemaal onder? Wat een vervuiling, jongens. Ik zie echt van alles liggen. Ik maak geen grap. Oh, hier ligt de pizza. Kan ik die choppen hier doorheen?
Het kan niet. Het is vreselijk. Nou ja jongens, met dit prachtige uitzicht wil ik de video graag afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke video? Like. Laat mij vooral in de comments weten of ik hier meer video's van moet maken. Dan ga ik het achter de schermen wat meer spelen. Want ik keek namelijk net in mijn regions vakje. En wij hebben pas 16% ontdekt van wat er is. En er zijn nog 32 nieuwe beesten die we kunnen ontdekken. En 3 nieuwe areas. Dus like als jullie meer willen zien. En als jullie mijn plastic chain willen winnen. Adios.